Het terrein van Vrederust bestaat uit allerlei units, zoals bijvoorbeeld ook deze gesloten unit waar je ook hekken ziet staan. Open en gesloten, dat is eigenlijk de afwisseling van dit terrein. Het geeft ook al aan welke vrijheid de bewoners hebben. Sommigen die mogen gewoon naar buiten wandelen en anderen die moeten binnen blijven. Hier op dit bospad achter mij is vorige week dus die dode vrouw gevonden aan de rand van Halstrep. De verdachte is Elias M., 31 jaar oud. Wat we van hem weten is dat hij kampte met een wietverslaving en met psychoses. En een paar jaar geleden ging hij gigantisch de mist in. In december 2020 sloeg en schopte hij iemand op straat. Een paar maanden later ging hij helemaal de fout in een park in Amsterdam-Noord. Daar verkrachtte hij een joggende vrouw die hij niet kende en hij ontkwam. Een dag later zat hij in een huisartsenpraktijk. En daar liet hij zijn broek zakken en speelde hij met zijn geslachtsdeel. Nou, de rechtbank oordeelde dat deze man geen gevangenisstraf verdiende, maar dat hij meteen naar de kliniek moest, naar een gesloten TBS-kliniek. TBS met dwangverpleging dus. Maar de man, de verdachte, die tekende meteen hoger beroep aan. En dat betekent dat je dan toch nog een tijdje vrij mag rondlopen. Als hij bijvoorbeeld gewoon een TBS met voorwaarden opgelegd had gekregen, met als voorwaarde u moet worden behandeld, en opgenomen worden en worden behandeld, dan kan de rechtbank zeggen, en dit moet onmiddellijk ingaan. Ja. Dat hadden ze kunnen bepalen. Maar dat gaat bij een onvoorwaardelijke TBS dus niet. Het is natuurlijk gek, omdat je dan nog een stuk gevaarlijker bent eigenlijk. En dan leg je een onvoorwaardelijke TBS op, en dat kun je niet bepalen, en dan moet onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd. Ja. Dus er is een gat in de wet. Maar dat het hard is aangekomen en dat ze met nog heel veel vragen zitten hier, dat is wel duidelijk.